Goedenavond lieve kijkers, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Daniel Presents. Vanavond op de rode stoel, niemand minder dan Omri Tindal. Yes. Omri, welkom. Dankjewel man. Je staat op het bord, yes. Zoals je ziet. Bam, ik zie het. Hoe is het met je? Gaat goed man, gaat goed. Ik zie veel van je voorbij komen. Veel in nieuwe kleding en zo. En dat je langs gaat bij de ene première na de andere. Mm-hmm. Waar ben je zo al mee bezig op dit moment? Even kijken. Nou ja, ik doe Dinner Show Pandora in Hilversum. Standaard zeg maar. En dan heb ik daarnaast ben ik bezig met mijn album. EP is het eigenlijk, Alpha. Mm-hmm. Ik breng hem samen uit met zeg maar mijn tweede single. Eerste single was Chase the Dream. Tweede single is Alpha, heet ook Alpha. Dat komt eerdaags uit, laat me zeggen, eind januari, februari. Okay. Tegelijkertijd met, misschien niet tegelijkertijd, maar wel met een clip. Ik ben super excited, want ik heb hem samengeschoten met Vincent Vianen. Die man is een super choreograaf, maar hij is ook nog een super talented regisseur. Dus ik ben excited. Dus voornamelijk eigen werk op dit moment? Voornamelijk eigen werk. Dinner Show Pandora, dat haalt de centen binnen. Zeg maar. Ja, precies. En dan daarnaast doe ik nog heel veel projecten. Ik bedoel, ik heb net Let's Dance gedaan. Mm-hmm. Met Umberto Tam en Timur Steffens. Dat was super top. 17.000 man, 2 avonden. Heb jij iets van een dansopleiding gedaan? Wat heb je voor opleiding gedaan? Nee, ik heb verpleging gedaan. Je hebt verpleging gedaan? Ja man, I was a nurse. Dus, dat is goed. Ja, maar ik heb het niet afgemaakt. Oh, okay. Want ik ging toen op tour, Dick Soul Brothers, theatertour. En toen ben ik eigenlijk gestopt met school. Ai, maar ja, ik zing nu al 11 jaar, snap je? Dus ik heb het wel gered, daar niet van. En ik wil nog veel verder komen. Maar nee, ik wil ook niet terug naar school. Zo. Als ik terug ga naar school, dan ga ik misschien psychologie studeren. Psychologistiek ga ik studeren. Dat is ook een hele interessante studie. Echt. Nee, klinkt te gek man. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Rotterdam afkomst. Rotterdam City. Ja, Rotterdam. Rotterdam. Ja, en etniciteit vind ik ook dan wel interessant om te weten. Surinaams. Surinaams? Ook Portugees, maar ik spreek geen Portugees, dus dan zeg ik gewoon Surinaams. Maar je spreekt wel Surinaams? Ja, zeker. Het enige Surinaams wat ik ken is... Kom maar op. Lobby. Lobby? Lobby. Lobby, ja. Lobby, ja, dat is liefde. Ja, meer hoef je niet te weten, toch? Nee, toch. Precies. Lekker makkelijk. Nu Lobby. Is klaar, ik hou van je. Kom jij ook vaak in Suriname, of niet? Ik ben er wel heel vaak geweest. Misschien wel 11 keer of zo. Dus echt waar? Ja, echt vaak. Maar ook lang dan? Gewoon op vakantie of bij familie? Ja, Surinamers gaan vaak minimaal een maand naar Suriname. Echt waar? Het ticket is duur. En, ja, dat wel. Even kijken, het is gewoon ook wel 7 tot 8 uurtjes vliegen. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, als je dan gaat, ga dan gelijk goed. Ja. Dan gelijk 4 weken of zo. Ja, precies. Ja. Ja, toch? Hoe oud ben je, als ik vragen mag? Ja, dat mag je vragen. Mag ik dat vragen? Ja, tuurlijk. Ik ben 31. 31 jaar? Ja, man. Oké. Okay. Ja. Ah, wacht even. Dus ik probeer even de timeline bij elkaar te brengen. Yes. Je hebt eerst een middelbare school gedaan. Ja. Heb je afgerond, neem ik aan. Ja. Ja, je bent verpleging gaan studeren. Mm-hmm. Wat heb je gedaan? HAVO of VMBO? HAVO. Ja. Oké. Okay. Toen ben je verpleging gaan studeren meteen. Mm-hmm. Daarna ben je eigenlijk de muziekwereld ingerold. Ja. Dus met Soul Brothers ben je eerst gaan toeren. Ja. Is dat een musical of is dat theater? Nee. Of is dat, als ik die timeline aan mocht vullen, ja, dan graag. Ben ik eigenlijk begonnen met een songgroep, Delighted. Ik was 16 of zo, dat begon op de middelbare school. We waren met z'n vieren, Close Harmony, super echt gezellig. Boyband-achtig. Ja, toen was het nog voor de meids en wilden we gewoon, weet je, gezellig zijn. Het was ook echt wel super hecht. We zingen nog steeds alle vier. Daarna deed ik verpleging en toen ben ik gestopt omdat ik op tour ging met Soul Brothers. Dat heb ik 3 keer gedaan. Per keer was dat 6 maanden. Vervolgens ben ik naar Spanje verhuisd. Heb ik daar een tour gedaan, 7 maanden lang. Ben ik teruggekomen, toen deed ik The Voice. Ja, oh ja. Je hebt natuurlijk ook nog The Voice gedaan, even tussendoor. Want we zijn snel. Allebei Team Marco. Ja, toch? Hey. Marco. één Team Borsato, altijd Team Borsato. Ja man. Ik heb daarna... Oh ja, toen ben ik Jersey Boys gaan musical. Oh, dat ook nog even tussendoor. Musical. Jersey Boys, musical en dus toen ik daarna... Zie, ik hoor, wacht even, ik hoor boyband Close Harmony. Ja. Ik hoor theater... Ja. Wat is het nou? Soul Brothers. Soul Brothers. Ja. De Blues Brothers, minimaal Soul Brothers. Ja. Musical, Jersey Boys, talentenshow of The Voice. Ja. En nu ga je dus je eigen werk doen. Of maak je dan een hele grote stap? Ja, Dreamgirls. Oh, dat heb je ook nog gedaan. Ja. Natuurlijk, ja. Vervolgens, zo, natuurlijk. Ja, nee. Ja, ja. Ja, even kijken. Ik ga niet alles opnoemen, maar ik heb daarna wel even The Passion gedaan. Dat was echt super, super, super mega tof. TV, ja, top. Man. Ja, heel vind vet. Ik echt geweldig om te doen. En ja, Let's Dance natuurlijk. Uh-huh. En nu, mijn eigen werk, man. Eindelijk.
ik ben er ook wel echt aan toe. Gewoon kijken wat mensen van mijn werk vinden. Eigen identiteit. Het is toch altijd ja, je babytje of zo, toch? Ja, als je dingen opzet. Maar schrijf je ook voor anderen of ben je tot nu toe alleen maar voor jezelf? Ik heb nog niet voor anderen geschreven, maar ik denk dat ik dat wel wil. Ik ben gewoon een ambitieuze guy. Moet gewoon veel. Ja. Dat hoor je ook in je muzikaal cv, wat ja, dan allemaal langs komt. Naast muziek, heb je nog andere hobby's of bezigheden? Of, ik ben ook daarnaast zeg maar 7 jaar masseur geweest. Oh, nee joh. Ladies. 7 jaar masseur. Wat voor soort massage? Sportmassage? Sport, klassiek, ayurvedisch. Oké. Ik heb een masseeropleiding gedaan. Hoe vond je? 1 cursus. En dat was niet klassiek, maar... Ontspanning. Ontspanningsmassage. Ja, precies. Vond ik heel leuk. Zie je dit leren doen of zo? Of mocht je echt masseren? Begin te papieren. Papieren moesten we. En dan moesten we inderdaad intermitterend drukken en zo. Hey. En we moesten... Maar het is, strijken. Ja, strijken. Ja. En ik moest, de houding was heel belangrijk. En nice. Ik vond het op zich wel leuk. Ja, als je niet goed staat, dan krijg je wel echt meteen echt last pijn van je rug, ja, man. Ja, einde van de massage, dan kan jij eentje gebruiken. 7 jaar masseur, oké. Okay. Ja, tof hoor. Ja, Jivas massage. Ja, Jivas massage, ja. Ga dat checken, in Rotterdam, of niet? Ja, man. Jivas massage. Ja, ze zijn kan goed. Je dus helaas niet meer een massage krijgen van Omri, maar er zijn vast nog andere good-looking guys die daar masseren. Jawel. Jawel. Zeker. Oké, dus masseur. Ja. En nog weird hobby's of zo? Iets waarvan mensen kunnen denken van, oh, wat heel chill dat hij dat doet. Als jij zegt weird hobby's, denk ik ineens aan de SM of zo. Nee. Ja, ik ben best wel een weird guy. Dat moet ik gewoon eerlijk zeggen. I'm weird, ik zeg het eerlijk. Ik hou van, ik heb mijn eigen stijl qua kleding. Ik kan best wel rebel zijn als het gaat om keuzes. De rugzak. Ja, jij hebt altijd een rugzak. Het is de eerste keer dat ik het zag, dat ik, wat heeft hij in je rugzak? Zit er niks in? Is het een fashion statement? Want je had hem inderdaad ook mee op het podium. Dat ja, ik dacht van, ja, waarom heb je een rugzak op het podium? Ik weet niet, het hoort bij mijn outfit. Ja, oké. Okay, als het niet erbij hoort, waarom niet? Hè, weet snap je? Ja, de ene heeft een hoodie, de andere heeft een petje. Daarom ben ik artiest, vind precies, ik wel. Dat mag ik bedoel, je moet jezelf zijn, weet je. Je moet gewoon... Ja, zeker. Dat ben zeker. Ik helemaal mee eens. Ik heb een nummer geschreven, Alpha. En dat, wat is een Alpha? Een Alpha is een leader, iemand die heel veel heeft meegemaakt, dus zijn groep kan leiden. Mm-hmm. En weet welke keuzes mensen moeten maken of zijn pack of whatever. En daarin gaat het er ook om, gewoon dat je moet kiezen voor jezelf. Dat je real moet zijn, weet je. Gewoon, wil jij een afro hebben, moet je een afro hebben. Wil jij transgender zijn, moet je transgender zijn. Wil je gay zijn, moet je gay zijn. Maakt niet uit waar je voor kiest, maar als je een ander niet benadeelt, kan je jezelf toch gewoon zijn. Dus daar sta ik wel voor, man. Ja, nice. Zeker. Goed om te horen. Je hebt gekozen voor het nummer... Feeling Good. Feeling Good. We hebben een speciale reden, gewoon echt een lekker nummer. Feeling Good, ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Ja. Dat mag. Hè? Je kan er zoveel mee. Ik heb het altijd wel een keer willen zingen. Ja. Dus ik dacht, dit is het leuke van DR%. Ja. Je mag gewoon lekker doen waar je zin in hebt. En als je dat nummer altijd al een keer hebt willen zingen, dan doen we dat gewoon. Dan fixen we dat gewoon. Want jij kan alles spelen. Ik doe mijn best. Zeker niet alles. Alles. Als je met free jazz aan was gekomen, dan had ik je in je gezicht uitgelachen. Echt? Nou, free jazz, dat gaat mij niet zo goed af. En gekke stukken van Chopin en zo, als dat het enige is van alle dingen die er zijn? Nee. Maar het moet, als het een beetje behapbaar is, dan is het wel te bespelen. Ja, oké. Okay. Nou, te gek. Je bent natuurlijk te volgen op social media, Facebook, Instagram. Zeker weten. Ik ga alle links hier beneden in de beschrijving zetten. Ga voornamelijk even naar de video kijken in de balk aan de rechterzijde. Ga Omri volgen, want er komt dus allemaal nieuw werk aan. Wanneer komt het uit? Eind januari. Ja. Er komt Alpha dus uit. Komt Alpha uit. Mijn eerste single heet Chase the Dream. Oh, die is al uit. Die is al uit. Die is al uit. Ga yes. checken. Ja. Met en clip dan? Of niet? Met video. Ja. Die moet je zien. Ja, en de volgende is een video. Ik heb een hele kleine sneak peek gezien. Dat wordt echt te gek. Dus gaan we checken zodra die uit is. En geniet voornamelijk even van de muziekvideo. Later! Ciao!